We zitten hier in Oostvoorne bij de Voornse Modelspoorvereniging. Tegenover mij zit Piet Kloos en die weet alles van deze vereniging af, want hij is namelijk de penningmeester. Goedenavond Piet, jij hebt het ook opgericht, hoor ik. Dat klopt. Wanneer is dat gebeurd? We zijn dit jaar 25 jaar bestaan, dus dat is 25 jaar geleden. 1994 gooi ik er even in. maar dat zal wel. En wat is de bedoeling van zo'n modelspoor? Het is niet zo dat men denkt van papa speelt met treintjes, maar het is gewoon modelbouw. Dus puur het maken, het uitdragen dan naar buiten toe, wat je allemaal kunt maken en dat je van de straat bent. En jullie maken alles zelf? Merendeel was zelf gemaakt, ja. Want het is, als je iets namaakt wat ze dus niet gemaakt hebben, moet je het zelf bouwen. Maar kan je dan timmeren, zagen, verven? Alles. Je kan in de hobby kan je alles kwijt eigenlijk. Je kan met elektronica, je kan met hout, met timmeren, je kan met tuinieren. Want je legt ook tuinen aan, zeg maar, in model. Bomen maken, van alles. Met de computer ook nog. Tegenwoordig heb ik weer computertijdperk en dan... Ik begrijp dat jullie ook allemaal projecten hebben, want ik zie hier bijvoorbeeld de Rozenstraat en de RTM. Ja, dat klopt. We zijn begonnen toen we opgericht waren met de Maasvlaktebaan, zeg maar, met een industriebaan. En toen stonden we ermee op een braderie om bekendheid. En toen kwamen er heel veel mensen van Gors, van het Kruiningen Gors. En die hadden het over het trammetje van de RTM, want het heeft natuurlijk hier ook gereden. Toen zijn we de RTM erbij gaan maken. En tussendoor hebben we twee afdelingen, zeg maar. Smalspoor, dat is RTM. En normaalspoor, dus industriespoor. En nog een project, de Botlek of de Maasvlakte? Ja, dat is dan eerst was het de Maasvlakte, maar dat was een te groot. En dat is afgebroken en dus later is het de Botlek geworden. Maar als ik dat hier allemaal zo zie staan, dan ik hoor je zeggen we gaan naar braderieën en allemaal. Nou, is dat makkelijk? Braderie is alleen maar hier pas voor, hè? Maar verder gaan wij dus wel naar beurzen toe, tentoonstellingen in binnen- en buitenland. We zijn in Duitsland geweest, we zijn in Frankrijk geweest, België geweest. En we zouden eigenlijk nog een keer naar Engeland moeten, want dat is eigenlijk toppie wel, daar ook. En hier op de beurzen, Eurospoor, hout hebben hier, rail. En dat zijn grote beurzen waar honderdduizend mensen komen, zeg maar. Dat is er ook een heel karwei? Ja, maar alles is mobiel, in module opgebouwd. Dus het is gewoon allemaal in kisten zetten en dan met een auto, een vrachtwagentje huren. En dan rijden we zo naar de beurzen toe en dan is het daar opbouwen. Een paar dagen staan en dan weer op 's avonds afbreken. En dan weer zondag 's avonds naar huis. Wat is het project op zich? Ja, je moet wel de mensen voor hebben en dat is juist het probleem. We worden allemaal ouder. We zijn aan het vergrijzen, ook de hobby. En dat is wel jammer. Dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Hebben jullie veel leden? We schommelen tussen de 25 en de 30 in. En we hebben afgelopen jaar hebben we er 2 à 3 jongeren bij gekregen die tussen de 20 en de 30 zitten. De rest is, we hebben drie leden van 83, geloof ik. En er zijn er nog één die altijd nog meegaat naar de beurs. Dus het zit erin dat het een keer ophoudt? Ja, ik hoop dat het dat niet zo is, maar ja, ik ken ze niet van de straat halen zomaar. En ik snap het de jeugd niet, want de jeugd kan alles doen wat ze willen. Ze kennen met de computer, ze kennen met de handen werken. Is het geen probleem van geld? Want het lijkt me toch een kostbare hobby. Nee, het is helemaal niet, want ze zijn hier nog ineens een tientje in een maand kwijt. Nou, dat kan je toch niet zeggen dat dat duur is. Maar een treintje bouwen? Treintje bouwen, dat zie je de jongen niet zo snel doen, denk ik. Maar je kent toch, treintjes zijn niet zo vreselijk duur. Ja, wat noem je duur? Als je kijkt naar een computerspelletje, is het misschien wel duurder dan een treintje. Maar de jeugd wordt wel geholpen door jullie? Dan zou jeugd vanaf 17, 18, 16, 17, 18. Niet te jong. Want dan ben je meer in een kleuterklas, zeg maar, waar je mee zit. We hebben jeugdleden gehad. Maar dat was meer zeggen wat ze niet moesten doen dan dat ze wel deden. Dus dat hebben ze toen maar gezegd vanaf 16 jaar. Zijn jullie nog actief bezig dan om leden te werpen? Ja, constant. Maar we hebben open dagen. Open dag, moet ik eigenlijk zeggen.
En ja, ze komen wel. Op beurs ook als je loopt. Kinderen zitten met de neus erbovenop. Jonge gasten. Maar zodra ze buiten zijn, dan hebben ze het telefoontje weer in de hand. En dan is het erover. Piet, ik vind dat jullie een mooie hobby hebben. En ik hoop dat het toch heel lang door mag gaan. Ja, dat hoop ik ook. En ik hoop er ook oud mee te worden. Dat hopen we dan allebei. Bedankt. Ja, oké. Graag gedaan.